Hij doet het. Het Schubertiade is al mooi van start gegaan met wat bij Schubertiade hoort, liederen, pianomuziek. En dan straks nog een heel groot pianotrio. Ik ging daar eens eventjes wat over opzoeken. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het beroemde thema van het langzame tweede deel eigenlijk helemaal niet van Schubert is. Hij kon fantastische melodieën verzinnen, maar als hij een mooie melodie hoorde, dan gebruikte hij hem ook kennelijk. Was trouwens ook al een klein beetje iets te horen in een van de liederen daarnet, waarin hij volgens mij een citaatje, een hint geeft naar de Mozart-sonate van Beethoven. Zo begon het lied ook, het ging ook over de maan. Hij wist al wat er gaande was in Wenen. En in Wenen leefde Beethoven natuurlijk ook. En die was in het jaar dat hij dit pianotrio componeerde, net overleden. De Schubertiades, waren natuurlijk gezellig binnenshuis, maar zijn vrienden vonden dat het wel eens tijd werd dat hij ook eens een beetje wat aan publiciteit ging doen. En daarom organiseerden ze een concert. En op dat concert werd ook dit pianotrio gespeeld, wat net gecomponeerd was. Dat was vond plaats in 1828. Niet weten dat hij een paar maanden later niet meer in leven zou zijn. Het is dus een van zijn laatste werken. Terugkomend op dat langzame deel met die mooie melodie. Dat heeft hij geleend van een Zweeds lied. Wat een zanger op doorreis in Wenen zong. En wat hij kennelijk heel mooi vond. En aangezien wij nu een zanger bij ons hebben, kon ik de gelegenheid niet laten passeren om u een klein stukje te laten horen van dat lied. En dan zult u in het langzame deel deze melodie terug horen komen. Henk, zou jij een regeltje willen zien van dit Zweedse lied dat over een zonsondergang gaat en eindigt met vaarwel? Wat zijn vrienden voor hem organiseerden in de muziekverein was een succes, maar niet het publiciteitssucces wat hij had gehoopt, want de kranten schreven er nauwelijks over. Dus dat was eigenlijk geen groot succes, voornamelijk omdat er in die tijd een grote virtuoos in Wenen langskwam en dat was Paganini. En die wist zichzelf heel goed te marketen, dus die heeft alle aandacht naar zich toe getrokken. Maar de geschiedenis heeft bewezen dat wie de meeste aandacht uiteindelijk heeft gekregen. En graag willen we het monumentale tweede pianotrio spelen. Veel plezier.